Ik ben Marijn en ik ben 13 jaar. Ik ben Sam en ik ben 13 jaar. Ik ben Rijn en ik ben 13 jaar. Hallo, ik ben Jeroen Leeuwels. Ik ben als 19-jarige jongen in militaire dienst gegaan. En 7 maanden later naar Indonesië. Daar heb ik tot 1950 heb ik in Indonesië geweest. Dan ben ik teruggekomen naar Nederland. Was mijn diensttijd zat erop, op enkele herhalingen. Hoe gaat het met u? Hoe het met mij gaat? Ja, hoe gaat het met mij? Ik ben 92, bijna 93. En als ik jullie aankijk, zal ik wat verklappen. Heb ik moeite om jullie te zien, want ik heb macula. Ik zie in dit oog bijna niks meer. En dit oog 32%. Ik krijg morgen, maandag, krijg ik weer een spuit in het linkeroog. En voor de rest doe ik het ermee. Het gaat prima. Wat vindt u ervan dat u naar Indonesië werd gestuurd? Dat ik er naartoe werd gestuurd? Nou, ik weet niet. Het was een tijd, toen was ik 20 jaar. Ja? En nu ben ik er 92. Zou ik er nou anders over denken? Ik weet het niet, ik geloof het niet. Het was dienstplicht. En je was gekeurd en je was goedgekeurd. En je ging naar Indonesië. En dat was voor iedereen hetzelfde. Voor mij en voor die andere jongens ook. Was dat gevaarlijk daar? Ja, dat was zeker wel gevaarlijk. Want ik heb op een mijn gereden en dat ging niet goed. Wat gebeurde er toen met die scherp? Er lagen mijnen in de weg en die moesten we op gaan ruimen. En ging er beveiliging mee. En dan komen we eraan. Was gezegd, door de burgerbevolking was gezegd, daar en daar ligt een mijn in de weg. Maar daar lag ook een, dat is niet gemeld. En daar reed ik op met mijn carrier. Ik woog maar 55 kilo toen. Ik heb altijd gezegd, die 55 kilo, die hebben ervoor gezorgd dat ik uit de carrier geslingerd werd. En in die heg terecht kwam. Was dat niet het geval geweest, dan was ik eerder gevallen. En dan had een andere carrier over me heen gereden. Ja, die wat achter ons reed. Die had over me heen. Nou vlieg ik door de lucht met mijn 55 kilo in die heg. Ik had een helm op. En die helm die heeft gezorgd, doordat ik tegen die wand van bamboe kwam met ruitjes. Als ik die helm niet op was, mijn hoofd erdoor gegaan. Door die ruitjes van bamboe, weet je wel. Hè? En dan had ik misschien mijn nek afgesneden. Ik heb altijd gezegd, ik was blij dat ik mijn helm op gehad heb toen. Was u wel eens bang? Bang? Ja. Ja. Ja, ik ben wel eens bang geweest, maar ik geloof niet zo vaak. Want je had geen tijd om bang te zijn eigenlijk. We hebben echt wel iets meegemaakt, want als je hier op dat ding kijkt, daar staat mijn onderdeel, 5-6 de Zwarte Panthers. Die hebben daar 45 mensen gelaten. Bijna de meeste, dus één bataljon wat meer gesneuveld had als wij. Ja? Toch heb ik die mensen nooit veroordeeld om hetgeen wat ons land aangedaan. Het was ons land, het was van hun. Kijk, zie je de Zwarte Panther. Ja. Mijn embleetje op de stropdas. Dan zie je ook hoeveel mensen dat we daar gelaten hebben. Vindt u het fijn dat mensen zo'n dingen achterlaten als bloemstukken? Natuurlijk, ja, natuurlijk. Kijk, er wordt een gedacht en dat alleen is al iets waard. Hè? En een heleboel waard zelfs. Ja. Ik wist niet dat er 200.000 Nederlandse militairen naar Indonesië waren geweest. Ja, er zijn 6.000 soldaten gestorven toen ze naar Indonesië waren. Dus dat is wel veel. Ja, wel heftig om te horen, maar wel goed om te horen, want je hoort er op school niet veel over. Ik vind het wel leuk om zeg maar, de verhalen vroeger te horen, maar ik vind het ook zeg maar, dat het allemaal vroeger is gebeurd wel erg. En ik vind het wel goed dat we dan een interview over kunnen houden. Op school wordt er eigenlijk helemaal niet veel over gepraat. En om dat nu dus echt te horen, dat is heel erg interessant. Vooral belangrijk dat er nu vrede is en ook wat hij zei. Dat het fijn is dat wij nu zo kunnen leven en niet met oorlog. Zijn er ook dingen die je liever niet vertelt daarover? Ja, die zijn er. En die vertel ik ook niet. Nee, die vertel ik niet. Kijk, we hadden net een oorlog achter de rug.
Die word ik veel voornamer vond, eigenlijk nog als mijn hele Indië-tijd, met de moffen. Ja. Daar wordt niet over gepraat. Hè. En die moet ik wel meenemen als jongen van 12. Toen was ik 12 toen de oorlog begon. Dus ik was er 17 nog toen hij afgelopen was. Dus toen was ik net van jullie leeftijd. Hoe vindt u het eigenlijk om hierover te praten? Ik weet niet, het zegt me, ik heb het eigenlijk nooit echt gedaan. Dus ik geloof bijna niemand, want mijn vrouw zei altijd, daar wordt niet over gepraat, daar zeggen ze nooit niks over. Nee, beter, jullie hoeven niet alles te weten eigenlijk. Wat geweten moet worden, dat is, hoe gaan we dan nu mee om met zoiets? Hè? Vrijheid, dat is niet dat je doen kunt wat je wil. En dan zeg ik, zo vrij als we op het ogenblik voelen, hebben we ons in die tijd nooit kunnen voelen. We hebben 70, 75 jaar geen oorlog meer gehad hier. Hoe gelukkig dat jullie groot hebben kunnen worden nou. Ja, ja groot worden zijn, zeg, 14, 15, hè? Hoe oud zijn jullie? 12, 13. Ja, dus, maar dat hebben wij niet gekend vroeger. Dat was een rottijd toen we opgevoed werden. Je krijgt zo weinig kans voor het vertellen eigenlijk. Hè? Je zit er ook niet over te springen om het te doen. Maar ik heb er niks in. Ik heb boodschap dat ik het vervelend vind. Ik vind het aardig. En ik weet ook dat jullie als jonge kinderen, jonge mensen, daar behoefte aan hebben. Ik kan me daar best in denken. En ik vind het prachtig dat jullie dat gedaan hebben. Ja. Leef daarna, zou ik zeggen. Hè? Heeft u nog een boodschap voor kinderen? Een boodschap voor kinderen? Ja, die heb ik eigenlijk wel. Word heel gelukkig. Zonder oorlog. Ja, ook u bedankt. Ja, graag. Het was heel fijn gedaan. Om naar u te luisteren. Heel graag gedaan. Oh, dat staat, hè? Ja. Hey.